Dus heel blij dat Frans wilde invallen en ons gaat vertellen hoe je TLS moet inspecteren. Succes. Hey, dank je. Nou, ik ben Frans Schippers en ik werk de afgelopen 5 jaar als docent bij de HVA en in de afdeling cybersecurity. En TLS is natuurlijk duidelijk een cybersecurity onderwerp. En ik wil in eerste instantie hebben over waarom zouden we dit willen en daarna van is het ook mogelijk. We weten gewoon, alles is tegenwoordig bijna geëncrypt. Als je kijkt naar statistieken over hoeveel van het internetverkeer geëncrypt is, dan blijkt dat dat ruim 95% momenteel is. Maar aan de andere kant, ik zal eerst even laten zien waar we het over hebben. Dit is het hebben over dat het overal is, waarom we het willen. Ik wil laten zien hoe je het zou kunnen implementeren. Ik probeer een demonstratie. Ik heb wel slides achter de hand als de demonstratie mislukt. En dan wil ik het hebben over de volgende stappen en een conclusie. Encryptie is overal weer. Het totale internet is tegenwoordig bijzonder geëncrypt. Afhankelijk van hoe je meet is 95% tot 99% van het internetverkeer encrypt. Dus we kunnen er niet omheen. We zien het overal gebruikt worden. Webpagina's. Tegenwoordig kan je eigenlijk niet meer mailen zonder gebruik te maken van TLS. Je ziet het in VPN's. En je ziet natuurlijk een hoop dedicated applicaties die voor hun communicatie TLS of iets dergelijks gebruiken. En ook al je merkt nu ook dat als je nu een nieuwe applicatie gaat ontwerpen, dat iedereen is adviseert om te zorgen dat de communicatie tenminste encrypted is. En het is een goede reden om te encrypten. Het is niet dat ik tegen encryptie ben of iets dergelijks, ik ben juist extra voor. Want het levert je een aantal zaken op. Confidentiality. Het zorgt ervoor dat anderen niet kunnen zien wat er overgestuurd wordt. Dit is een belangrijk aspect als het gaat over de privacy natuurlijk. Het waarborgt dat wat overgestuurd is, ook datgene is wat werkelijk overgestuurd moet worden. En tempering is natuurlijk iets wat je graag wil voorkomen. Je wil niet dat de bankoverschrijving tussendoor aangepast wordt. En ook een heel belangrijke altijd is dat je wil voorkomen dat de handeling meerdere keren wordt uitgevoerd en dat mensen niet kunnen ontkennen dat ze zaken uitgevoerd hebben. Voor al dat soort zaken gebruiken we encryptie en dat is, ik ben groot voorstander van encryptie, belangrijk dat dit allemaal kan. Maar er zijn toch redenen waarom je misschien wel die aspecten die ik daarnet gezegd heb, misschien wel wil inspecteren. Want iedereen gebruikt die applicaties, een bankapplicatie. Je stuurt andere zaken als je een applicatie hebt waarmee je vastlegt waar je gewandeld hebt en dergelijke. Er wordt informatie overgestuurd. Maar weten we ook dat dat de informatie is die we denken dat overgestuurd worden? En dat is denk ik wel een belangrijk aspect, want met encryptie is het ook voor ons niet meer mogelijk om te zien wat namens ons verstuurd wordt. Hè? En natuurlijk zeggen sommige applicaties van we gaan hartstikke keurig om met je informatie en ze zeggen dat ze zich aan de AGV houden. En helaas zijn er ook een hoop applicaties die niet vertellen wat ze versturen. En sommige mensen vinden dat niet erg. We hebben een heleboel mensen op die het echt niet interesseert met welke informatie voor hun gegaan wordt, totdat het een keertje fout gaat. En gelukkig hebben we een aantal mensen die wel geïnteresseerd zijn in wat er nou namens hun verstuurd wordt. Dus helaas, bij de meeste applicaties is het zo van, ja, je kan of meedoen,
En dan moet je maar de termen accepteren. En dan moet je maar accepteren dat je data meegenomen wordt. En dan ben je niet helemaal op de hoogte van welke data nou wel en welke data nou niet meegenomen wordt. Dus het is wel helaas zo dat als je geen consent doet, je ook geen service hebt. En helaas, het merendeel van onze mensen wil die service hebben. We zeggen wel ja en we lezen eigenlijk ook niet wat de voorwaarden zijn. We willen die service gewoon te graag gebruiken en daarom accepteren we dat. En op zich is dat allemaal wel acceptabel als er ook een manier was om toch te kijken, gebeurt het nu wel zoals we willen? Want ja, eigenlijk worden we gewoon gedwongen om die terms of use te accepteren. Want je moet je echt realiseren wat voor soort informatie wordt nu verstuurd. En over het algemeen sta je niet bij stil, maar er zijn applicaties die versturen medische data, er zijn applicaties die versturen locatie, je kan financiële informatie kan overgestuurd worden en eigenlijk heb jij zelf geen idee wat verstuurd wordt. Neem website purposes. Allemaal zaken waarvan je sommige mate het erger vindt dat anderen dat weten of minder erg. Het is toch iets waar je over moet nadenken en waar het merendeel van de mensen niet over nadenkt. En het probleem is, al die informatie die verstuurd wordt, is hartstikke goed beveiligd met TLS 1.2 of 1.3 en redelijk goed beveiligd. En dat is een beetje het probleem. Want wat doet de encryptie? Die beschermt uitstekend tegen derde partijen. Die data die verstuurd wordt, als mits het allemaal netjes en goed gedaan wordt, is niet in te zetten door derde partijen. En dat is natuurlijk een groot goed, want dat was jouw data en niet iedereen moet daar mee kunnen kijken. Encryptie is sterk en beschermt in eerste instantie tegen derde partijen. Die kunnen het gewoon niet lezen. Maar hoe zit het met jou? Wat denk jij of hoe weet jij nu wat er namens jou verstuurd is? Je hebt die app gedownload, je hebt een paar keer leuk op geklikt, je hebt ja gezegd tegen de terms en vervolgens heb je geen clue van wat verstuurd wordt. Misschien wordt er wat gezegd dat we sturen jouw gegevens die je zelf ingegeven hebt, bijvoorbeeld geboortedatum. Maar meestal ben je er niet van bewust of ook je locatie wordt meegestuurd of andere zaken die de app namens de app-eigenaar verzamelt. Natuurlijk zijn er in bij hoop operating systemen geven nu waarschuwingen, maar nog steeds blijft het onduidelijk wat nu wel en wanneer en hoe vaak het verstuurd wordt. Eigenlijk weten we totaal niet wat namens ons verstuurd wordt. De andere partij, degene die zo geïnteresseerd is in de data, degene die jou die app levert, die heeft van alles. Maar die moet ons eigenlijk wel een beetje de indruk geven dat hij daar op een serieuze manier mee omgaat. Dus het is belangrijk dat wij vertrouwen hebben in die andere partij doet wat hij zegt. En natuurlijk zijn er partijen die dat keurig doen, maar er zijn misschien ook wat partijen die wat minder daarin zijn. En dus heel belangrijk, de enige manier waarop we dat soort partijen kunnen vertrouwen, is omdat ze een bepaalde reputatie hebben en omdat ze een bepaalde mate van transparantie hebben. Maar aan de andere kant weten we ook dat het heel lastig is om te controleren. Ik bedoel, een audit is leuk, maar gaat een audit wel in voldoende detail op al dat soort zaken in? Ik bedoel, AGV en alle privacywetten zijn fantastisch, maar een groot deel van de auditors is niet in staat om dat diep genoeg te controleren. En je zou natuurlijk willen dat zo'n partij full disclosure geeft, maar dat wil die niet altijd. Het is belangrijk dat de partij waarmee we praten, dat die ons de indruk geeft dat we dat die gegevens die hij heeft op een nette manier gebruikt en dat hij niet stiekem andere zaken ermee doet. Dus transparantie is belangrijk. We willen graag inzicht in de informatie die uitgewisseld wordt. We zullen dat, ultimate willen we dan dat we in staat zijn
om dat ook werkelijk te inspecteren. Insight geeft nog aan, hij zegt dat hij dat doet, maar inspecteren kunnen we dat vaststellen. Maar zelfs al zou ik die data kunnen zien, is het nog best lastig om dat te beoordelen. Misschien lukt het een aantal technische personen om te doen, maar de gewone gebruiker vindt het te lastig om dat te doen. Dus misschien hebben we ook wel behoefte aan een partij die namens ons zo'n audit kan uitvoeren. Dus het is niet alleen van belang dat we dat misschien zelf kunnen, maar dat we ook iemand dat namens ons kunnen laten doen. Want het is best lastig om vast te stellen wie nou de ownership of van de data heeft. Wie is nou vrij om daarmee te doen wat hij wil? Ja, aan de ene kant vinden we dat we dat zelf zijn, het is onze data, dingen die van ons zijn. Onze naam, datum, kleur ogen, ga maar door, allemaal heel persoonlijke zaken. Er zijn ook zaken, ja, is het de vraag van zijn ze van ons of zijn ze van iemand anders? Ik bedoel, mijn BN wordt eigenlijk mij opgedragen door de overheid. Is het dan van mij? Ja, identificeerbaar. Maar maakt het dan ook dat ik de eigenaar van dat ding ben? Hetzelfde voor een employee ID. Het wordt ook nog wat lastiger als het dit soort zaken worden die eigenlijk door de app gecreëerd worden. Ik bedoel, als ik een app heb die mijn bloeddruk meet, van wie is nou die informatie? Dus het is best lastig om ook vast te stellen van wie de data is. En de vraag is ook best lastig van, heb ik dan nog als persoon recht om dat soort zaken in te zien? Als ik mijn foto's in de cloud opgeslagen heb, van wie zijn die foto's dan? Ik bedoel, de cloud provider kan er net zo goed bij als ik. Misschien kan ik nog wat extra maatregelen nemen, maar het blijft lastig te doen. Nog lastiger wordt het als mijn data geprocessed wordt. In de zin van dat het niet meer de ruwe data is, maar een afgeleide. Bij de AGV stelt je mag dingen aanpassen als ze niet goed zijn. Maar ik kan een diagnose van een arts niet aanpassen, want dat is geen data van mij meer. Dus als een arts zegt dat ik ziek ben, ik ben het er niet mee eens, dan kan geen kant op met de AGV. Dus ownership van de data is een lastig iets. En het wordt nog lastiger als het een algemene data is. Als het gemeten is over de honderden personen en netjes geanonimiseerd, van wie is de data? Dus op zich, inspecteren van data is theoretisch interessant, maar er zit nog best een probleem van, mag ik dat wel of mag ik dat niet? Heb ik een recht om die data in te zien? En wat ik al zei, meningen zijn waarschijnlijk helemaal niet meer van mij, hoewel ze misschien wel over mij gaan. Nou, de GPR, als we die zien, dan zien we daar best wel aanwijzingen waarin we op sommige punten kunnen zeggen van ja, we hebben het recht om dat te bekijken. Want ja, hoe kan ik vaststellen dat iemand de juiste data van mij opgeslagen heeft als ik geen mogelijkheid heb om te inspecteren? En inspecteren is natuurlijk meer dan wat iemand mij een formuliertje laat zien van dit hebben we opgeslagen. Ik moet ook zeker weten dat het die data is die ik wil opslaan. Dus al met al ben ik erg geïnteresseerd in welke data namens mij getransporteerd wordt. En het probleem is tegenwoordig is de de facto standaard natuurlijk TLS-encryptie. Dus ik wil uitzoeken van, kan ik TLS inspecteren? En hoe kunnen we toelaten? Hoe kunnen we het mogelijk maken? Hoe kunnen we dat nu werkelijk doen? De enige manier waarop we dat voor elkaar kunnen krijgen, als we in staat zijn om zo'n encrypted stroom eigenlijk te decrypten. En dat is natuurlijk iets wat ik in eerste instantie helemaal niet wil. Want als ik een simpele manier heb om alle encrypted data te decrypten, dan heb ik het probleem van waarom encrypt ik het nog als het heel makkelijk te decrypten is. Dus mijn oplossing is niet een oplossing om de encryptie maar simpel te maken, zoals sommige overheden willen, dat iedereen het kan decrypteren. Nee, ik wil de sterkte van de encryptie wel handhaven. Nou, wil ik dat kunnen interpreteren, moet ik eigenlijk twee dingen doen. Ik moet in staat zijn
om de encrypted stream te decoderen. En daarna, wil ik het goed begrijpen, moet ik ook weten welke dataformaat de persoon die mijn data verstuurt gebruikt om dat te doen. Dus het is niet een heel simpele zaak, maar technisch zou het kunnen. En zeker voor dat laatste data, voor dat dataformaat waarin dat verstuurd is, moet ik natuurlijk ook hebben dat de andere partij bereid is om het formaat van zijn protocol open te stellen. Er zijn redenen waarom die dat niet wil. Je hebt natuurlijk trade secrets, waarom die zegt dat hij dat echt niet wil openbaren. Een ander risico wat hij misschien niet wil laten zien, is dat er toch fouten in zitten die nu ineens geopenbaard worden. En ja, dit laatste is hetgene waar ik het meest bang voor ben, dat hij informatie verstuurt waar ik niet ja tegen gezegd heb of waar ik ja tegen gezegd heb onder dwang. Dus het is, ondanks het feit dat ik misschien in staat ben om TLS te decrypten, wil dat niet zeggen dat al mijn problemen die ik graag wil oplossen, opgelost zijn. Om te laten zien hoe we het probleem willen tackelen, zal ik even kort uitleggen hoe het TLS handshake in elkaar zit. Ik laat eerst TLS 1.2 zien en dan even heel kort wat de verschillen met 1.3 zijn, maar de principes blijven hetzelfde. Dus dat zal ik doen. Ik laat de initiële handshake zien. Ik vertel even wat de basis is van de encryptie in TLS, dat is namelijk een shared secret. Hoe die gegenereerd wordt, zal ik even vertellen. En dan zal ik uitleggen hoe je, zonder dat je de shared secret wezenlijk openbaart, toch eraan kan komen. Want die shared secret, dat is eigenlijk het startpunt voor alle encryptie die in de TLS-stream vindt. En dat is ook mijn oplossing voor hoe ik inspectie kan doen. Nou, TLS is natuurlijk tussen een client en een server. En de client start de handshake. En wat is de client eigenlijk? Die verstuurt wat data. Onder andere de TLS-versie die hij gebruikt. En heel belangrijk, welke cijfers en compressietechnieken die gebruikt. Want het is een handshake waarin de server bepaalt op basis wat de client kan of er een acceptabele cryptografische technieken zijn voor deze verbinding. De server kan eisen stellen aan wat hij wel of niet ondersteunt en de client ook. En als je bijvoorbeeld documentatie van NCSC leest, staat op een gegeven moment deze cijfers moet je liever niet gebruiken en die kan je meestal wel uitzetten in de website. Als dat gebeurd is, dan wil de server, de client vertelt ook nog graag met wie die wil praten, de naam van de website, dat staat in de service name indicator. En de server zal over het algemeen dan een certificaat terugsturen, waarin die laat zien dat hij de eigenaar is van dat domein. En vervolgens gaat hij allerlei cryptografische keys uitrekenen. En vervolgens stuurt hij wat informatie over hoe die cryptografische zaken gaan. En het belangrijkste hierin is dat ook een signature staat waarmee hij kan aantonen dat hij de controle ook echt heeft over het certificaat en dat hij dat niet alleen maar ingekopieerd heeft. Vervolgens komt er een hello done om dit deel van de handshake te eindigen. Vervolgens gaat de client gaat ook een wat keys uitrekenen en stuurt zijn public client key en de server heeft zijn public server key gestuurd. TLS maakt gebruik van een Diffie-Hellman-achtig protocol waarbij als je een key en een public key genereert en die, waarbij de public key naar de andere partij stuurt en die dat combineert met zijn private key en de andere partij doet dat ook, dan kan je door alleen de publieke keys uit te wisselen een gezamenlijk secret krijgen. En dus dat omdat de client de public key van de server heeft en de server de public key van de client heeft, kunnen ze de keys uitrekenen en vervolgens zijn er nog een paar pakketjes om te zorgen dat de handshake afgelopen is
En dan zijn we op het moment dat de client een master key calculation kan doen en ook de server en de magie, nou het is geen magie, maar zorgt ervoor dat ze dat hetzelfde master key hebben. En dat is de shared secret. En de shared secret is de basis voor alle encryptie die daarna volgt. Dus vervolgens kan de client data sturen met die encrypted key en kan de server data sturen met de encrypted key. En wat we natuurlijk graag willen is dat we nu een manier hebben om dat shared secret openbaar te maken zonder dat het nou openbaar is voor iedereen. Nou, het liefste zou ik, wat ik al eerder zei, ik heb een auditpartij en ik zou eigenlijk willen dat de auditpartij de enige was die dat shared secret had. Maar dat kan ik doen door te zeggen van ik ga een nieuw TLS pakketje introduceren en inspector information en dat bevat een inspector certificate. Dat betekent dat hij dat duidelijk aanduidt wie de inspector is. En in zo'n certificate zit ook een public key. En ik kan de shared secret met die public key. En dan is de inspector die ik daar aangewezen heb de enige die key kan decrypten. Dus op die manier kan ik en aangeven wie er naar zou moeten kijken. En ik heb op een veilige manier die key verstuurd. En dat is het idee om met zo'n extra pakketje het mogelijk te maken dat iemand die datastroom inspecteert en kan decoderen. TLS 1.3 is wat simpeler, of juist niet simpeler, en veel sneller. Want eigenlijk gebeurt daarin dat ze beginnen met allebei keys te genereren, vervolgens een client hello stuurt, waarin belangrijk is dat ze die public shared key sturen. En hetzelfde geldt voor de server. En dan zijn ze in staat om na twee pakketjes eigenlijk al alles uit te rekenen. En de rest van de zaken is nog wat afhandeling. Bijvoorbeeld aangegeven weer dat certificaat en de certificaat verify. Maar in wezen wat er gebeurt, en je ziet dat ik heb het in rood gedaan, dat zijn allemaal al reeds encrypted berichten. Dus vergeleken met TLS 1 is er veel minder wat niet encrypted is, daardoor wat lastiger te decoderen. En op het eind zijn we eigenlijk in dezelfde staat als daarnet, dat we de key geshared hebben en vervolgens kunnen we de data heen en weer sturen. En hiervoor geldt dat dezelfde truc gebruikt kan worden als TLS 1.2 om dit soort data te doen. Laat het heel duidelijk zijn, ik vind nog steeds dat we encryptie, dat het belangrijk is, dat we de confidentiality regelen, integrity, protectie against tampering en proof of werk. En dat wordt op deze manier niet beschaamd. Ja. Ja? Ja? Die gaat gewoon in de stream. Naar de server. Je hebt verbinding tussen de client en de server. En normaal heb je zeg maar even 10 pakketjes die de TLS-verbinding doen. Nu zit er een 11e in. Het idee hoe je... Er komt gewoon een pakketje bij. Ja. Dan verwacht je dat de server dus de inspector... Nee, ik bedoel... Het komt nog, laten we het zo zeggen. Het is een oplossing... Dat inspector information is created, in principe kan elke van de twee partijen dat maken. Dus maakt niet uit, en meestal is het de client side, maar oké. En het belangrijke is dat het certificaat eigenlijk een hendel is om te zien van wie hier naar mag kijken. En uiteindelijk zal blijken dat als je dat hebt, dat je de stream kunt decoderen. Mocht het zo zijn dat, want in TLS kan je aan key relocation aan heronderhandelen van keys doen, dan moet je een nieuw bericht, een inspectorberichtje sturen om dat, de nieuwe key weer beschikbaar te maken. Nu komen we op jouw vraag. Je kan natuurlijk hier alleen iets mee doen als je in staat bent om te capturen.
Iemand moet die datastream hebben om deze acties te doen. Hè? Dus wat je kan doen is, ik kan iets aanpassen aan, zeg maar even, de TLS-library, zodat het bericht geëxporteerd wordt in de vorm van PCAPS. Of hè, ik kan het dan save als een file. Die zou ik kunnen sturen naar de inspector en zeggen van, nou, dit is mijn transactie, dit zijn alle pakketjes, inspecteer het voor mij, zo kan je dat doen. Je kan natuurlijk ook zeggen van, ik heb een manier om het traffic te capturen. Bijvoorbeeld kan je lokaal doen. Maar in ieder geval, uiteindelijk moet je de hele message op een of andere manier gecaptured hebben om die daarna te laten processen door de inspector. En afhankelijk van of natuurlijk die zaken werken, hangt heel erg van je infrastructuur af. Ga kijken of ik het kan demoen. Wat ik laat zien is dat een ietsje oudere Apache server, ik geloof dat nu op 480 zit of zoiets. Ik heb een dit werk is een herimplementatie van TLS 1.2 en 1.3 in Python, zodat ik de dingen kan manipuleren. En XSQL is de curl-versie die er zo meteen mee praat. Ik capture gelijktijdig met TCP-dump. En ik heb een programma, een sniffer, die TCP-dump kan lezen en die de key heeft. En dan kan die laten zien wat er gebeurt. Dus dat zal ik demonstreren. Want als je iets meer van TLS wil hebben, zou ik zeggen, kijk naar de Illustrator TLS. Daar is pakketje voor pakketje uitgelegd hoe TLS 1.2 en 1.3 werkt. Heb ik veel gehad toen ik begon om dit te begrijpen. Dus heel aardig om te lezen. En het is aardig, het wordt gewoon tot de bit uitgelegd. En vaak zie je dat soort demonstraties niet. Even kijken of mijn demo lukt. Kijken of die. Ik moet even zorgen dat die op het andere scherm komt. En altijd gokken waar die zit. Is het wel leesbaar? Moet ik wel iets groot maken? Oké. Nou is er weer het programma wat er voorgekomen is. Oké. Wat ik in eerste instantie doe, omdat ik natuurlijk wil dat dit werkt. Ik start TCP-dump op om het bericht te capturen. En vervolgens start ik de connectie op om een curl-verbinding te maken. Nou, en wat je hier ziet in de log is, mijn applicatie laat zien van in welk stuk van de handshake te zijn. Je ziet dat er gehandshaked wordt. En dat alle pakketjes langskomen. Nu zie je wat het resultaat is. Ik heb aan de ene kant een pickup file. En aan de andere kant heb ik in SSX zit secret key. Als ik met TCP doe als ik de verbinding laat zien met Wireshark, dan kan je zien dat hij keurig vindt dat het een TLS-verbinding is. Maar ja, Wireshark heeft problemen bij application data, want dat is encrypted. En Wireshark kan dus niet zien wat de inhoud is. Als ik nu mijn sniffer draai, dat ik ietsje hard gehoopt had. Even kijken. Dan zie je die keurig ook de TLS handshake herkent. Maar hier belangrijk is dat hij kan zien dat het curl commando langsgekomen is. En hieronder dat het resultaat
van het curl. En nou, ik had het natuurlijk allemaal kunnen namaken, maar dit is de reële data. Als ik dat verder ga met, als ik mijn muis weer terug heb. Nou, dit was nog gehad. Nou, de demo is dat soort dingen niet te laten zien. Nou, wat zijn eigenlijk mijn volgende stappen? Het probleem is, ik ben officieel docent onderzoeker, maar onderzoeker blijkt in de vrije tijd te moeten. maar oké. Een van de dingen is dat in die ISO-standaard daar eisen gesteld worden over security aspecten. Nou, een van de dingen die ik graag wil is dat dit soort zaken als het recht van inspectie daarin meegenomen worden. Dat is natuurlijk best een lastige zaak bij zo'n soort dingen. Wat eigenlijk mijn plannen zijn voor de zomervakantie, want zoals ik al zei, je moet het in je eigen vrije tijd doen, is dat ik replaceable OpenSSL libraries maak. Op zich is dat niet super ingewikkeld, maar je moet wel de juiste plekken vinden waar je wat aanpassingen moet doen. En dan wil ik het zo maken dat de information message ertussen zit. En, maar het nadeel is, zover ik op dit moment kan inzien, dat het toevoegen van een extra message in TLS daar zal toe leiden dat de andere partij het afwijst. Dus dan kan ik wel mooi een werkende versie maken met replace libraries, maar het probleem moet echt gepitcht worden of dit wel of niet een extra zaak is voor een nieuwe generatie TLS. Ik ben van mening dat wij recht hebben om de berichten die namens ons verstuurd worden te inspecteren. En op dit moment is dat min of meer onmogelijk. Ik vind dat wij voor een groot deel die data bezitten en dat we dus daarom ook het recht hebben om het in te zien. En ik vind dat we binnen de AVG ook wel kunnen zeggen dat we dat hebben. Maar om werkelijk te kunnen inspecteren hebben we dus nodig die shared key. Het is dus mogelijk om die shared key te exporteren. Het is daarom ook mogelijk om die shared key in een handig pakketje te sturen. Op dit moment lokaal lukt het prima om zo'n transmissie te capturen. En je kan je ook voorstellen dat met wat in de library ik ook een transmissie kan exporteren. Doordat het geëncrypt is met de key van een inspector, en waar we maar even aannemen dat de PKI zodanig is dat die inspector ook werkelijk de inspector is, dat die is, we op die manier, op een veilige manier, die key kunnen doen. En op zich is het geen groot geheim wat wij weggeven. Voor elke HTTPS-verbinding wordt opnieuw het key uitgerekend. Voor de meeste websites doe je dus enkele honderden HTTPS-requests om zo'n webpagina te zien. Dus die key wordt alleen maar geopenbaard voor heel beperkte tijd, namelijk die key leeft niet zo lang. Dus elke je heeft een nieuw key, dus ik geef niet een groot geheim weg. Ik geef alleen dat geheim weg van deze ene key. Nou, dus betekent dat wel dat elke sessie zo'n extra inspector informatie message heeft. De overhead daarvan is niet super groot. Het is een relatief snel te creëren pakketje. Dus ik denk dat dit in ieder geval aangeeft dat het best wel relevant is dat je in staat bent om te zien welke data namens jou verstuurd wordt. En de andere kant, dit geeft aan dat het ook niet volstrekt onmogelijk is
om dit te realiseren. Ik zie natuurlijk heus wel wat issues in van in hoeverre ben je in staat om te testen, in hoeverre is een inspector in staat om een datastream te doen. Want de actie van de kwaadwillende server is natuurlijk dat hij buiten de TLS nog zijn eigen encryptie doet. Maar dan kan je ook spreken van dat het opzettelijk is dat zaken encrypted worden. Nu is het argument natuurlijk altijd, ik wil voorkomen dat een derde partij het ziet. Als je binnen die TLS-encryptie nog een keer zelf gaat encrypten, is duidelijk het doel dat de eigenaar van de data het ziet. Dus als het mogelijk is, ik heb je wel een manier om zo'n partij aan te pakken. Dus dit was min of meer wat ik wou vertellen. Zijn er vragen? Heb jij daar? Hi. Heel interessant praatje. Voor zover ik weet, de meeste TLS-libraries bieden nu al de mogelijkheid om die shared key te exporteren. Juist om dit soort analyse mogelijk te maken. Die kan je al lezen in Wireshark. Waarmee dus die analyse vandaag de dag al mogelijk is, alleen niet op een standaard manier. Dus is het dan om te concluderen dat het voordeel van dit voorstel is dat a, de methode gestandardiseerd wordt, en b, dat het third-party audits mogelijk maakt via dat certificaatmechanisme wat je voorstelt? In wezen maakt dit het wel duidelijker. En ik bedoel, het is ook niet dat dit idee super nieuw was, want wat is het ongeveer? 3-4 jaar geleden waren er enkele partijen die hun OpenSSL library gepatcht hadden ook om een secret key eruit te halen, zodat ze dat konden doen in website-analyses. Hopelijk is dit een standaard manier. Dat maakt dat het duidelijker wordt, want ja, nu is het een beetje proprietary. En ook wat natuurlijk een beetje het probleem is, nu kan je min of meer stellen dat die key veilig getransporteerd wordt in die oplossingen waarbij je bij Wireshark hem kan meegeven. Ja, is die ergens nog open en bloot? Hoewel, strikt genomen, Wireshark in 10 minuten dat probleem ook al fixt. Ik bedoel, je kan altijd zeggen van we exporteren deze key voortaan op een veilige manier. Dus ik vind dat niet wezenlijk. Ik denk dat het belang is dat je, zeg maar even de... Ja, mijn ideaal zou zijn dat je die webtrace kan opslaan en naar een partij, de derde partij kan sturen om dat te doen. Vooral, de oplossingen die er nu zijn, zijn toch wel... zeer technische oplossingen. Niet super technisch, maar zo bij de afdelingen security en dergelijke. Terwijl ik hoop dat dit op een manier kan worden dat, dat ik in mijn iPhone ergens een control heb die zegt van wil je dit bericht even tracen, dat ik een faaltje krijg wat ik kan opsturen. Ik denk dat dat voor de gewone gebruiker vriendelijker is. Want jouw oplossing is een server-side oplossing, in de zin van, die wordt aan de server-side gedaan. Dus, Ik was er nog eentje. Wat ik niet helemaal snap, als je dit mechanisme hebt, als je dit inderdaad algemeen zo implementeert, kan dat toch ook door een man in de middel gebruikt worden? Is er toch geen enkele reden waarom dat bij de client endpoint moet gebeuren? Kan dat nee. Nee, dat kan niet bij de man of middle. Kijk, even de shared key wordt op twee plaatsen gecreëerd. Bij de server en bij de client. En de man in the middle heeft geen clue hoe je dat shared secret kan krijgen. Even aannemen dat die Diffie-Hellman-achtige protocol... door quantum computers, maar... zeg maar, dat mechaniek is in principe veilig en wordt nu ook als veilig beschouwd. Die key is natuurlijk wel, wordt wel verstuurd, maar wordt beschermd met een public key algoritme waarvan we op dit moment ook aannemen dat dat
veilig is. Ja, kijk, ik kan niet zeggen 100% veilig, want het is een RSA-achtig algoritme, dus het is kraakbaar door computers, maar het wordt op dit moment veilig beschouwd. Natuurlijk, als we meteen andere technieken hebben die wel quantum-resistant zijn, maar zal TLS 1.4 daar ook oplossingen. Dus dat ik zie geen mogelijkheid op het moment om een man-in-the-middle attack te doen, maar aan de andere kant, ik ben ook niet veilbaar, dus onfeilbaar, dus het zou best kunnen. Ik dacht eigenlijk dat Wietse bedoelde, waarom installeer je geen proxy op je telefoon? En die al het verkeer breekt. Ik bedoel, bedrijfsnetwerken zie je al van dat soort corporate producten die alle TLS openbreken. Wil je dat? Kijk, het voordeel is, ik breek TLS niet. Nee. Al die corporate producten, wat die doen, is die doen premature endpoint. Wat het gevolg is, dat je TLS-verbinding tot en met die corporate box TLS veilig is. En daarna is het of niet meer beschermd, of het is beschermd door een company key waarvan je ook maar moet afvragen of je die wel of niet kan vertrouwen. Kijk, hier in dit mechaniek breek ik niet TLS. Ik heb nergens een punt waar de data geopenbaard wordt, anders dan door de inspector. Terwijl als ik de corporate boxes gebruik voor vroegtijdige TLS-terminatie, ik daarna alles open is. Ja. Klopt. Maar je zou ook nog met Charles proxy voor de Mac, of met Burp, of met middelproxy, zou je in principe, maar dan ben je wel meestal wat technischer, denk ik, zou je ervoor kunnen kiezen om al jouw, van al het verkeer van jouw device, om dat te kunnen inspecteren. De vraag is of jij vroegtijdige terminatie wil doen. Ja, er is een vraag en dan doe je het voor alles natuurlijk. En wat ik zeg, dan is het meteen wel voor de techneuten over het algemeen. Ja, maar dan moet je, laten we zo zeggen, het idee was wel om dit niet voor de nerd te doen. Ja. Maar een manier waarbij dit ook voor, dat het een, zeg maar, voor de consument begrijpbaar is. Ja, snap ik. Ja. Oké, dankjewel. Zijn nog even kijken, qua tijd, nog 1 minuut. En laatste vraag dan. Je gaf net aan dat het request om te inspecten ook van de server-side af kan komen. Wat gaat dan voorkomen dat bijvoorbeeld overheden alle serviceaanbieders gaan verplichten om overheidsinspectie erin te zetten? Voorkomt dat de overheid verplicht om alle keys openbaar te maken? Kijk, als het op zo'n schaal gebeurt, dan kan je dan nooit iets. Ik bedoel, dat is wat de overheid nu het liefste heeft. Dat alle keys van tevoren even op een lijstje gezet worden. Dus kijk, het probleem is, het protocol is symmetrisch. Dus, en beide partijen hebben de mogelijkheid om iets te doen. Ja, je zou maar dan hangt het nog af van of je die restrictie aan het protocol doet. Want in principe, technisch kan het van beide partijen. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen dat de TLS-protocol zegt dat het alleen maar een client-side request kan zijn. Maar dat is dan een keuze die je moet maken in zometeen de definitie van TLS. Maar aan de andere kant kan zometeen de overheid ook aan de client-kant zitten. Dus ik weet niet of het al echt veel veiliger wordt als je een van de twee zijden gaat beperken. Ik denk dat als je standaard uitzet, dat de server dan mag sturen, maar de client kan het aanzetten dat het dan opgestaan is. Ik denk dat je dan afbreekt. Dan moet je een veel groter. Kijk, het voordeel nu is dat het gewoon een bericht is wat meegestuurd wordt en eigenlijk geen effect heeft op de verbinding. Op het moment dat die dingen die jij zegt. We moeten afsluiten, want de muur. De borrel is belangrijk. Nee, we gaan nog niet naar borrel. Frans, kleinigheidje namens de organisatie. En hartelijk dank. Ja.